Ben jij wel eens ontslagen? Dat gaat voor mij helemaal te ver. Ik heb het gehad met je, al die cd's verkeerd opwerken ook nog. Je kan vertrekken. Hier zie je oprotten, ik wil je nooit zien. Waarom werd jij ontslagen bij je bijbaantje? Heb jij een bijbaantje? Niet meer, ik ben ontslagen. Waarom? Nou, ik ben redelijk vaak niet op werk gekomen of laat of heel erg gestoot of toen ik helemaal ziek was en bijna over mijn nek ging onder het werken. Was het terecht dat je ontslagen werd? Nee. Ben je wel eens ontslagen bij een bijbaantje? Jammer genoeg wel, ja. Waarom? Het is juist, mijn contract was niet verlengd. Dus ze hebben het 2 dagen van tevoren gezegd en terwijl het eigenlijk een maand van tevoren moet melden. Ik heb bij de bijkorf gewerkt, een half jaar. Toen is mijn contract niet verlengd. Waarom niet? Omdat wegens de financiële crisis en ik weet het niet, ze hadden te veel uren openstaan. Vond je dat terecht? Ik kon het begrijpen, maar ik vond het wel heel jammer. Jongen, kan je hier niet meer gebruiken? Gaan we naar buiten? Het is jammer. Maar ik ben nog bezig. Ja, het is jammer, maar je weet dat je hebt, ik kan niet heel de tijd hebben dat je koffie zit te drinken en met je duimen zit te draaien. Sorry jongen, probeer ergens anders je geluk, zou ik zeggen. Tot dan! En wat doen ze dan? Maken ze er een zaak van? En aan wie vragen ze advies? Wat heb je er toen mee gedaan? Heb je hulp ingeroepen van iets? Nee. Gewoon laten zitten? Ja. Als je er nu over nadenkt, denk je dan niet van, ja, misschien had ik toch door iets te proberen daar nog kunnen werken? Ja, of ik kan een andere baan zoeken. Dus, ik heb dus juist iets van gezegd en dat ze me langer moesten houden. En toen hebben ze mij een maand langer gehouden en toen heb ik een andere baan gevonden. In die tussentijd gelukkig. Dus toen heb je er wel wat aan gedaan? Ja. En het is gelukt? En het is gelukt, inderdaad, ja. Ja. Dus je moet voor jezelf opkomen? Inderdaad, het is heel belangrijk, want ze mogen je nooit zomaar ontslaan. En als je daar minder goed in bent, wat denk je dan dat je kan doen? Naar de FNV gaan. Ik zelf lig duidelijk niet zo goed op de arbeidsmarkt. Kut.